Dat placebo-effect werkt voor een groot deel via dopamine. En dat dopamine is nou net het stofje wat mensen met Parkinson tekort hebben. Het lijkt erop dat mensen met Parkinson, dat is goed onderzoek van professor John Stoussel uit uh, Vancouver in Canada, extra gevoelig zijn voor dat placebo-effect. En dat is interessant, want dat placebo-effect kun je als therapeut, als dokter, best ook wel gebruiken als onderdeel van je. Uh, ...voorschrijfgedrag. Als ik bijvoorbeeld een medicijn geef aan mijn patiënt... ...en ik zeg, nou, hier heb ik een pil... ...ik geloof die studies niet zo erg... Um, ...maar probeert u het maar, godzegende de greep... ...dan werkt die pil ook minder goed dan wanneer ik zeg... ...dit is de beste pil in de wereld. Hier gaat u van opknappen. Dan gebruik je als dokter ook een heel klein beetje dat placebo-effect. En natuurlijk mag je niet jokken... Maar in feite is de manier hoe een dokter een medicijn voorschrijft ook een deel van het effect. En wordt dat dus een, een deel van het placebo-effect? En ik denk dat er niks mis mee is om dat effect ook een beetje te gebruiken in je spreekkamer. Zonder te jokken, maar gewoon eerlijk te zijn. Ik heb in een andere video ook iets gezegd over complementaire zorg of alternatieve zorg. Ik denk dat wat. Misschien de reguliere gezondheidszorg, ik heb ook gezegd in die video dat het niet het een of het andere is, het is een continuum. Maar wat we denk ik wel kunnen leren is het de manier hoe je een behandeling aan de man brengt. Ik denk dat veel complementaire dokters veel tijd en energie stoppen in het uitleggen van de behandeling, daar hele theorieën en filosofieën bij hebben, waardoor alleen om die reden al een pil beter werkt, omdat dat placebo-effect denk ik sterker is op het moment dat een dokter veel tijd en energie stopt in de uitleg. En dat is wat je denk ik van iedere dokter of fysiotherapeut of andere lid van het behandelteam ook wel mag verwachten. Nou, tot slot iets over de kracht van dat placebo-effect. Er zijn bijvoorbeeld studies gedaan naar hersenoperaties bij mensen met Parkinson, waarbij de controlegroep echt de operatieruimte in werd gebracht. Gaatjes kregen geboord, oppervlakkige gaatjes in de schedel, zonder dat ze een echte hersenoperatie kregen. Die mensen kregen dus een nep hersenoperatie. Terwijl ze wel dachten dat ze de echte hersenoperatie hadden. Die mensen in die nep-operatiegroep knapten weken tot soms maandenlang spectaculair op. Met een effectgrootte waarvan je normaal gesproken zou zeggen: Jee, we hebben een nieuwe superpil of een nieuwe superbehandeling voor Parkinson. Puur door de placebo. Zo krachtig kan dat placebo-effect bij Parkinson zijn. Dus wees je ervan bewust. Het is helemaal niet erg om daar gebruik van te maken. Sterker nog, ik denk dat het zinvol is om er gebruik van te maken. Het geloof in een behandeling is een deel van het effect, juist bij mensen met Parkinson.